Oké. Ik ga wel even yeeten, dus het kan zijn dat jullie nat worden. Ja, ja, is goed. Is het waard? Is het echt meer dan worth it? 3, 2, 1. En een goedemiddag allemaal en welkom bij weer een gloednieuwe vlog, jongens. Ik heb gewoon weer een keertje de vlogcamera erbij gepakt, want ik ben dit weekend een heel weekend chillen met de matsko's. Met een wilde Reno, met een wilde Max, met een Rini, met een knip. Hallo. Hoi. En ja, we chillen gewoon een heel weekendje bij Max thuis. We zijn nu eventjes bij mij, want we hebben hier net een Nerf video opgenomen. Er zijn wat boodschappen gehaald. We gaan zo weer naar Max toe. En vandaag is een mooie dag, want deze jongen moet zo meteen in de sloot. Want dit gebeurde. Maar kans 1 op 5 dat je in het slootje moet springen. Zeker niet. Kom op, gast. Kijk, komt hij 1 op 50. 3, 2, 1. 34. 1 op 50 werd verloren. Maar we zijn iets vergeten, want bij 1 op 50 hoort ook dat het dan ook nog een keer voor jou moet. Oh sure, oh sure. Ja, I don't care. Oké, kans 1 op 50, ja? Ja, nou ja, kans 1 op 50. Ben je er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, 47. 37, maar het was 47. Oh damn. 17. Hey Lees, Pindakees, jij bent de enige die vandaag de sloot in gaat. At least heb je wel een heel mooi shirt aan die te koop is op .nl. Hey, koude goeie gast. Ja, hier zijn dus de boodschappen. We hebben veel tappings voor vanavond gehaald, veel choppings. Dus yeah, tonight we're gonna have a good night. We're gonna have a great night. Gaan we nu splittos? Yes, yes. Naar jou toe, Max? Very cool, yes. Oké. Okay. En we gaan bowlen. Yes. En eten. Yes. Bij Max, yes. voordat we gaan, heb ik nog een leuke challenge die ik met jou wil doen. Yes. Je ziet de kattenbak daar, toch? Kans 1 op 10 voor ons allebei, ja. Dat je 10 seconden de onderste la van de kattenbak, waar al het scheid en pis in zit, dat je die moet inhaleren. 10 seconden lang? Ja, kans 1 op 10. Dus dat je echt... Ja, maar dat is echt disgusting, man. That's a good time, right? 10 seconden. Oké, okay, eerst voor mij. Eerst voor jou. Kans 1 op 10. Oké. Okay. 3, 2, 1, 6. Oké, okay, nu voor jou. Ja. 3, 2, 1, 3. Fuck! Ja! Ja! Kijk. Kijk. Man, dat is disgusting. Kijk, man. Yes. Wow. Alright. Okay. Counter. Are you ready? Ja, tel hard. Yes. Oké. Okay. Yes. Op 10 stop ik. Oké. Okay. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat is echt disgusting. Was het een good time? Nee. Jij bent toch? Hij doet het wel. Oprecht. Je doet het wel gewoon. Je bent ons wel fucked up. Yes. Maar je moet barfen hiervan, gast. Weet je serieus dat als jij dus gaat inhaleren, dat er ook echt gewoon beeldpoepen in je neus komen? Yes. Dus jouw neus zit nu gewoon vol met schijt. Yes, I know. Amazing time, you know. Nice. Now we can go. Nu. Is het zover, Edo? I guess so, man. Gaat het nu gebeuren? Dan ben ik er wel gewoon weer in het vanaf. Slootje. Daar ben je inderdaad wel vanaf. Vorige keer was het 1 like voor als Edo in de sloot. Nu gewoon allemaal zoveel mogelijk likes, omdat ik ook in de sloot. Ja, nu gaat het ook gewoon wel echt gebeuren. I deserve the likes. Precies. Well, ja, je doet het wel. Dus je gaat het nu wel doen. Oh, dit is wel echt een perfect spot. Kan ik nog een mooi sprongetje maken? Ik weet zeg maar niet hoe diep dit is, dus ik ga niet vanaf de brug erin springen. Maar je kan toch gewoon hier staan en dan laat de zakje niet springen, ik gewoon laten vallen. Ik ga gewoon van de zijkant, gast. Kijk eens wat een mooi trappetje daar is. Ja, nee, vanaf daar is beter. Ja, maar daar is het heel erg ondiep. En dan moet je naar de overkant zwemmen. Ja, dat is een goeie. Ja. Ik kom. Dat is je objective.
kans 1 op 50 verloren en daarom moet hij nu in de sloot. Ik ga alles uitdoen. Je weet toch niet wat er op de grond zit? Ja, I don't fucking care. Nee, maar het is serieus wel scherp. Verneuken voor fucking in de fucking sloot. In de fucking fuck. In de fucking 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 fuck. Nee, maar Edo, het is best wel scherp, oprecht. Er liggen takken en zo. Ja, gast, ik ga mijn schoenen niet verneuken voor die sloot. Give me your shoes. Ik moet zo met de schoon. Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Ja, ga ik niet doen. Ja, gast, ik ga toch ook niet al mijn kleren verneuken. Gaat van de schoon. Ja. Ga je wel je onderbroek verneuken? Maakt er niet zoveel uit, maar... There he goes. Ja, ik moet. There he goes. Nou, ja. Oh nee, er ligt ook gewoon fucking brand. Nee. Fucking, fucking. Ik heb nog meer publiek. Wacht, ik moet even een betere engel hebben. Edo. Edo. Gewoon een goede sprong. Gast, doe een Edo-bommetje. Doe een Edo-bommetje. Nee, niet, dat kan je niet doen. Dat kan je hier echt niet doen. Oké. Okay. Ik ga wel even yeeten, dus het kan zijn dat jullie nat worden. Ja, is goed. Is het waard? Is het echt meer dan worth it? 3, 2, 1. Met mijn been, kijk. Oh, het is ziek. Oh, maar deze. Oh man, it's damaged. Oh, je hebt bloed. Max. Nou. Max. Oh man. Ik heb je spullen. That's not good, man. Oh, maar inderdaad, jongens, duimpje omhoog voor Edo, wat heeft het wel gedaan? Wacht, laat me dat ook even goed filmen. Dat wil ik wel even ontsmetten straks, you know. Gedaan. Ja, good times. Good times, man. You deserve some likes. Ja, precies. We zitten met z'n allen in het Mercedes-busje, want we gaan gezellig uit eten. Ook met iemand van de livestreams, een bekende. Daan3107, één van de topdonators. Oh, Max is eventjes de bus aan het uitrijden. Lekker bezig, Max. Een van mijn topdonators ooit op mijn YouTube-kanaal. Ik had beloofd aan Jeroen en Daan dat we een keertje iets leuks zouden gaan doen. Die dag is vandaag. Helaas kan Jeroen, last moment kon hij toch niet. Maar Daan wel, dus dat gaat heel erg gezellig worden. Lekker uit eten. Of niet, Daan? Lekker. Kijk eens even, ik heb lekker mijn eten. De rest nog niet. Stik er allemaal even lekker in. Dit is trouwens Daan. Mooi gedaan. Hey. Ja, dus jongens. Even voor de duidelijkheid, dus geen kind van 12 die heel veel geld verdoneert. Nee, het is gewoon een volwassen jongen die heel goed weet wat hij doet. En het dus kwijt kan. We gaan vanavond een hele gezellige avond van maken. We gaan ook lekker bowlen. We zijn nu dus uit eten. Ja, jullie moeten nog allemaal even wachten op jullie eten. Favoriete But it will be there soon, you know. We'll be there soon. Ik ga hiervan genieten. Dit is kipspies. Yakitori speeches. Wat zegt dat? Yakitori speeches. Yakitori speeches. Nou, daar gaan we voor. Speeches. Speeches. Tijd voor speechen. Ja, nu moet je speechen ook. Hoezo? Wat? Hoezo? Wat? 1 op 10. Dat hebben we inmiddels. Iedereen kent het. Van Edo's slootervaring. Wat je daar ziet. Op een Engelse stokje. Wasabi. Stokes, wasabi. Best wel wat. Wasabi. Misschien nog wel iets meer zelfs. You know, gewoon voor de... Ah, just do it. Oké, 3, 2, 1, 5. Oh, dat scheelde zo weinig. Scrap. 3, 2, 1, 6. Oké, 1 op 3. 3, 2, 1, 2. Oh, daar ga je, Max. Oké, okay. 3, 2, 1, 2. Oké, wat de hel? Nou, 1 op 2. Oké, 3, 2, 1. Twee. Oh. Hoe kan dit? Nou, dan gaan we. 1 op 2. 3, 2, 1, 1. Nou, heftig. There you go, Max. Kom maar. Nee, doe maar dat één stokje. Eén stokje is wel. Dat is best wel veel. Ja, eet maar de twee. Best heftig. Het valt mee. Ja? Het gaat helemaal niet leuk. Nee, het is best wel disappointment. Dit is allemaal voor niks. Oh man. Het is allemaal een disappointment. Als je je moeder ziet. Ma, yo! Oh,
Dat is wel oké, toch? Ja, oké. Als IA weer te laat is met snelheid minderen. Rem IA. Nee, niet? Ik vind veel goed, maar deze wordt niet slecht. Is voor je slecht? Ja. Heb je veel honger? Je gaat zo wat van je stokkie. Die was al uit. Maakte ik het daar weer goed mee? Ineens, zeg maar. Dat heb je niet gezocht. Het was gewoon on the spot. Exact. En die zijn altijd leuk. Zo hoort het. Hey Edo, dat je het even weet, dat glas van jou. Dat eis ik op. Go ahead. Heb je nou weer friet? Ik dacht dat je de vorige ronde ook al pad had. Dan ben je denk ik in de warme markt. Neem je het nu weer? Ja. Gast, jij hebt echt alleen maar kindermenu na kindermenu. Ik weet dat je 15 bent, maar je hoeft nog niet gedragen als iemand van 15. Ja, bitterballen en frikandellen vallen. Wist je trouwens dat je voor die frikandelletje gewoon niks hoeft te betalen? Frikandellen. I get it. Is een good joke, right? Is a good joke. Hoe noem je een crème brûlée als die niet zo lekker is? Crème brûlée. Zal ik er één in je mond gaat stukken? Yeah. Goed, man. Ik kan deze best aan me geven, maar ik hoef die brownie. Nou, in dat geval. Ja, jij lust dat wel, hè? We zijn aangekomen bij de bowlingbaan. Ik speel tegen Makkes. Yes. Ik speel tegen Knip, die echt al heel slecht is begonnen, want die gooide 1. Kan je niet zien op het scherm, maar die gooide 1. En Rini. Dus Max, eerste worp. Kijk, zo gaat het. Erop. Daar gaat hij. Jij bent terrible. Ik ben echt heel goed. Je bent echt heel slecht. Deze is voor de boys. Dit is wel heel slecht. Edo had 1. Hij zegt slecht tegen mij. Edo, wat heb jij slecht gegooid? Gast, je hebt 0. Ja, Makkes. Zeg maar. Ja, ik accepteer me. Dat is echt net niks. Nee. Harini, wat ga jij doen? Ga jij wel raak gooien? Oh, nou dan gaan we dan. Ja, top. Ja, dit gaat lekker al gelijk. Wat is die jongen? Kan je er een vinden? Ja, ze zijn wel best wel slecht, die bouwen op zien wel. Zo doe je het, zo werkt het nou. Laat u her. Ja! Oh, die was best wel netjes, ouwe. Is het goed voor me, you know? Sorry. Right. Max gaat iets proberen. Good luck, soldier. Oh my days, dat was gewoon serieus nog close. Holy fuck. No. No. Ja, zoals jullie kunnen zien, jongens, deze eerste potje wel in de pocket hoor. Roy op 133, 1 ronde te gaan. Deze pak. Nee joh! Nee. Jawel, jawel, jawel! Oh yes! Oh my sister! Yeah! Oh, ik wil niet uitscoren, ik wil dat helemaal voor het leven. Niet normaal? Is het niet normaal? Max, ik heb de bowlingbaan voorgeschoten, hè? Maar vind je het goed als ik de bowling split? Doe man, deze is voor jou, deze is voor de joke. Deze is voor de joke.
Oké, oké, oké. Focus my life is a joke. There you go. I mean, beter dan standaard 0. You know. Ja, ja, oké. Second throw nou. Kijk of je er een spare van kan maken. Cool. Oh. Net geen 300 punten. Oh my days. 299. Ik ga even iets leuks doen. Maar heel korte tijd. Dus ik heb gewoon een 7 kilo bal gepakt. Normaal gooi ik met 10. Dus hij is een beetje een ballon. En ik ga zo hard mogelijk gooien. Hold on. Okay. Do it, yes. Oh. Je zag helemaal die kevel zo. Die touwtjes is helemaal flikken. What? That's how we go. Ah, sure man. That's how we go man. Max, werkelijk waar, van die strike, ik ben helemaal van de baan. Shut up man. Daan, ben je nog op zoek naar werk? Want ik zie daar een nieuwe baan. En na het bowlen is het tijd om even lekker te gaan chillen, even een drankje te doen, wat spelletjes boven te gaan doen en zo in de mancave. En wat voor mancave? Moet je eens even kijken, beneden staat gewoon een dikke Ferrari geparkeerd. Allemaal vette borden eromheen, zelfs daar nog een Ferrari bord. Hey Marcus, en boven, ja boven ook gewoon echt legit een amazing place. Hier hebben we gisteren dus ook gezeten, lekker wat gedronken, gechilled, echt tot 3:30 s'nachts of zo. En vanavond gaan we dat nog leuk even een keertje overdoen. Allereerst hier een dartbord, Reno is al bezig, kijk hem eens eventjes en kijk gewoon al die lampjes ook en zo. De details, het is zo fucking sick. Hier dus een tafel, hier zaten we gisteren ook. Daar nog een flipperkast. Very epic. Ja, echt very epic inderdaad. Hier nog een hele zithoek, zeg maar. Zelfs een big television screen. Dus dat chillen, dat gaat hier wel goed komen. Alright, guys, het is een automerk en het geeft licht. Wat is het? Sorry, ik weet niet, ben ik niet. Maar ja. Toch. Chevrolet. Nou, het was weer gezellig hoor. Het tafeltje is weer zo goed als leeg. Nou, nog een paar snackies, kaartjes. Eigenlijk is het nog helemaal niet leeg. Maar we zijn moe. We gaan naar bed. Yes. Of niet aan. We hebben lekker wat alcoholspelletjes gedaan. We hebben gechilled. We hebben gelachen. En it's time to go to bed. Of niet, Makkoes? Yeah, man. Time to sleep. Wat vindt Makkoes ervan? Makkoes vindt het tijd om te slapen. Makkoes. 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 Makkeloeskoes. Makkoes. Makkeloeskoes. 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 Daarmee eindigen we voor vandaag. Yes. Makkeloeskoes. Makkeloeskoes. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je de vlog nou leuk? En heb je zoiets van Roy? Jetverpillekes, doe dat eens vaker. Dan mag je natuurlijk even een blauwtje omhoog doen. Dat zou ik leuk vinden als je dat doet. Abonneer ook zeker weten op mijn kanaal voor meer. En dan zie ik jullie hopelijk morgen om 3:30 terug bij weer een nieuwe game video. En hopelijk snel ook weer bij weer een nieuwe vlog. Laters.